We gaan een catheterprism klaarmaken voor gebruik bij een patiënt. We beginnen met het plaatsen van de batterij. Let bij het plaatsen erop dat je de poling goed hebt. De pomp hoort te piepen als je de batterij erin plaatst. Vervolgens zal de pomp een zelftest doen. Dit duurt even. De pomp is nu klaar om te programmeren. In de pomp staat nu dat hij ingesteld is op het continu programma. Dit is ook het programma wat we gaan gebruiken. We drukken op volgende en we zien reservoirvolume staat uit. Hier gaan we instellen wat we aan de hoeveelheid aan de patiënt willen toedienen. Dat doen we met het pijltje omhoog of naar beneden, de J of de M. We willen omhoog, dus we drukken het pijltje omhoog in. We gaan een hoeveelheid instellen van 1 liter. Laat tijdens het instellen het pijltje een keer los, dit voorkomt dat je er verschrikkelijk overheen gaat. Eén liter. We drukken op volgende. De pomp vraagt ons nu of we het reservoirvolume willen wijzigen in 1000 milliliter. We bevestigen dit door op de J-toets te drukken. De continue snelheid wordt nu gevraagd. Dit is de snelheid waarmee de pomp de infusie zal toedienen. We gaan hier instellen 42 milliliter. Ook dit doen we weer met het pijltje omhoog waar de J op staat. Als we die 32 bereikt hebben, drukken we op Enter om dat te bevestigen. We zien dan op de pomp staan invoer bezig. Vervolgens zien we hoeveel of er al toegediend is. Dit hoort op 0 te staan. Is dit niet zo, drukken we op Enter om dat te wissen. We drukken op volgende om door te gaan. De pomp geeft aan dat een luchtdetector vereist is. Dit kunnen we niet veranderen. We drukken op volgende. We zien dat de pomp gestopt is en we kunnen nu het systeem op de pomp gaan plaatsen. We gebruiken in dit geval een hoog volume set zonder filter. We zien hier het pompgedeelte van ons infuussysteem met twee haakjes en een vierkant blokje. Kijken we
naar de bovenkant van onze pomp, dan zien we twee asjes en een gat. De bedoeling is dat de haakjes achter de asjes haken en een scharnier vormen. Vervolgens het blokje in de pomp verdwijnt. We nemen onze sleutel, drukken het slot in en draaien deze tot aan de aanslag. De pomp geeft nu aan dat er een hoog volume set op de pomp is geplaatst. We verwijderen de huls van de spijk en prikken onze infuuszak aan. Vervolgens drukken we op de pomp op volgende. De pomp zal ons nu vragen of we de lijn willen primen. Primen is het vullen van de lijn. We beantwoorden dit met je of ja door op de J-knop te drukken. De pomp geeft nu aan dat we de lijnen moeten ontkoppelen en de klemmen moeten openen. Deze klem moet dus openstaan. We gaan op de J-knop drukken om het primen te starten. Houd deze knop zo lang ingedrukt totdat de lijn volledig gevuld is. Ga door met primen tot alle lucht uit de lijn verwijderd is. Als je daarmee klaar bent, druk je op N of nee om te stoppen met primen. Vervolgens vraagt de pomp of het autoslot gewijzigd moet worden. Het antwoord hierop is altijd nee. Vervolgens zal de pomp vragen of hij gestart mag worden. Dit is het moment waarop je de pomp aan kunt sluiten op de patiënt en de pomp kunt starten. Als je spreekt over een mobiele patiënt, dan kan de pomp nu in een tas geplaatst worden. Neem de tas en vouw deze open. Begin met het openen van het deel waar de infuuszak geplaatst moet worden. Neem je infuuszak en leg die op de plaats waar hij hoort. Bevestig de infuuszak aan de tas, zodat deze niet meer naar beneden kan zakken. Houd vervolgens de nummering aan die op de flappen van de tas staat. Je begint met vouwen met flap 1. Vervolgens neem je flap 2, daarna flap 3 en uiteindelijk flap 4. Zorg dat je lijn aan de onderkant vergrendeld wordt, zodat deze niet knikken kan. En plaats je pomp in het daarvoor bestemde tasje, en dat is het tasje met het venster.
Bij mobiel gebruik is het raadzaam om gebruik te maken van een accupak. Dit zorgt ervoor dat de interne 9 volt batterij niet wordt gebruikt. Deze batterijpakken moeten 1 keer per 14 dagen ontladen worden. Voor het ontladen zie je aan de achterkant een verborgen knop staan met een veiligheidstekentje erop. Deze knop werkt alleen als de pomp of de batterijpak is aangesloten op de oplader. Dus nu per ongeluk indrukken zou geen consequenties hebben. De batterijpak gaat in het daarvoor bestemde tasje. Aan de zijkant van de pomp hebben we een contact waarop staat power. Open daarvan de rubber clip. Neem de stekker van je batterijpak. En let even op, er staat een rode punt op deze stekker. Op de aansluiting van de pomp staat een rood streepje. Zorg dat de stip en het streepje tegenover elkaar staan. En plaats de stekker rechtstandig in de pomp en maak geen draaiende bewegingen. Onze batterijpak is nu aangesloten. Onze infuuszak zit in de tas. We kunnen de tas sluiten. Voor op de tas bevindt zich een compartiment dat we kunnen openen, zodat we bij onze pomp kunnen. Dit kunt u naar achter openklappen en dan ziet u de pomp en de batterijpak liggen. Voordat we onze pomp kunnen starten, moeten we onze lijn nog door de luchtdetector leiden. Zorg ervoor dat u de lijn goed in de luchtdetector drukt en het klepje vervolgens sluit. Voor het starten van de pomp drukt u op de toets stop start. De pomp zal dan vragen, pomp starten, ja, nee. Wij willen de pomp starten, dus we drukken op de J-knop van ja. De pomp wordt gestart. De pomp loopt het hele programma nog een keer door. De pomp geeft aan in het display dat hij loopt. We vergrendelen onze pomp weer in zijn tasje.